Nou, mooie mensen. En een prachtige groep. Dat is wel. Mijn naam is Bram Minor. Ik ga het met jullie hebben over het leven van prana. Wat voor mij belangrijk is, en wat ik hoop dat jullie hetzelfde overkomt of het mij is overkomen. Dat niet in leven gelijk van om te stoppen met eten en drinken. Maar wat wel belangrijk is, dat het proces en het verhaal dat ik straks ga vertellen, dat je niet hier kan begrijpen. En het is onze mind die altijd een saboteur is in dit soort processen van overgaan. Maar waar het vandaag om draait, is de energie tussen de woorden door. Dit proces, het proces van het leven van prana, weg er naartoe, draait om herkenning op een dieper niveau. Dus ik wil eigenlijk eerst even met jullie verbinden. Mag je even je ogen sluiten. Ik doe even een hele korte meditatie. Dus ga even ontspannen zitten. Sluit je ogen. Adem even heel rustig op jouw manier in en uit. Vind je eigen tempo. En je laat je lichaam en je mind volledig ontspannen. Je hoeft nergens naartoe in het lichaam alleen te zijn. Blijft je lichaam meer en meer ontspannen, ongeacht wat er gebeurt, of het nou in de mind is, dat je pijntjes voelt, oncomfortabele dingen, alles is welkom. En dan wil ik vragen aan jouw onderbewustzijn, aan jouw zielenstuk, om datgene wat hier straks gezegd wordt, te laten herkennen. Het jou te laten voelen, in plaats van te begrijpen. Jou te laten weten of het vandaag jouw tijd is, om wat er dan ook voor je klaar ligt, te mogen herkennen in het verhaal of in mijn zijn. Nu te openen, in de energie tussen de woorden door. Dan mag je nog één keer heel rustig inademen en uitademen. Dan mag je je ogen weer openen. Ik kom uit een heel normaal gezin. Ik ben in binnen- en buitenland opgegroeid. Een heel aards gezin. Vader werkt in de olie- en gasindustrie. Een hele lieve moeder, een zus. Ben op een gegeven moment op mijn 18e op mezelf gaan wonen. Studie gedaan, ben gaan werken, ben gaan bodybuilden, kledingzaken opgestart. Succesvol geweest in de kleding. Groot huis, grote auto. Ik was helemaal gelukkig, dacht ik. Het was een wereld vol geld. Een wereld die volledig naar buiten was geprojecteerd. Wat mij nog steeds gelukkig maakte op dat moment. Ik was niet zoekende naar spiritualiteit. Ik wist wel dat er meer was, dat heb ik heel mijn leven al gehad. Ik was
niet geloven, maar wel wetende dat we altijd verbonden zijn met iets groters. En op mijn 35e begon er ergens een verandering. Ergens begon de energie te veranderen wat ik niet kon begrijpen. Moet je voorstellen, ik was 120 kilo droog. Zo'n nek, zo'n borst, zulke armen, zulke benen. Twee keer per dag pompen aan het ijzer om het zo groot mogelijk te houden. Een toonbank op een aanrecht vol met supplementen, 7000 calorieën per dag etende. En op dat moment was ik bij iemand. En daar ontstond een momentje. Alles overstijgend was. Een moment, een fractie van een seconde, waar ik helemaal uit elkaar viel, dat gevoel had ik en we samenkwamen. Ik noem het een moment. En vanaf dat moment paste heel mijn wereld niet meer bij me. Dus ik heb in een half jaar tijd afstand gedaan van alle kledingzaak, mijn huis verkocht, mijn auto verkocht. Ik kon geen kilo bodybuilder meer oppompen, dus ik heb dat afgebouwd in een half jaar tijd. Om het gezond af te bouwen, dat bouwen we niet met allerlei klappen en ongezond harten rond te blijven lopen. Maar goed, dan kom je van een wereld waarin je alles eet, je lichaam volstopt met supplementen, vitamines, mineralen, een volledige mindwereld. En ook dat paste niet meer. Ik ben op een gegeven moment journeytherapeut geworden. Dan leer je te luisteren naar je lichaam. Wat gebeurt er in je lichaam? Waar zitten je triggers, je emoties? En dan ben ik met mijn voeding aan de slag gegaan. Ik ben vegetarisch geworden, veganistisch geworden, fruitarian, liquidarian. Believe me, ik heb het allemaal geprobeerd. Maar hoe meer je voelt wat hier gebeurt, hoe meer je merkt 80 tot 90, misschien wel 95% helemaal niet werkt. Als je nu in een week tijd je lichaam leeg maakt en je stopt er dan een aardappel in, zal je zien dat niemand tegen een aardappel kan. Stop er een bloemkool in en je zal zien dat 99% van de mensen ook niet tegen een bloemkool kan. Maar ja, goed, ik had nog een cracker met pindakaas en water, dat is het enige wat nog ging. Een banaan ging ook nog redelijk goed. Om heel eerlijk te zijn, luisterde naar mijn lichaam. Toen dacht ik, ja, en wat nu? Ik was al heel erg geopend, was heel gevoelig en nou goed, de hele spirituele wereld kwam voorbij. Wat ik allemaal niet begreep, maar goed, wat wel een onderdeel was geworden van mijn leven. Toen ontmoette ik iemand, dat is het punt waar jullie nu eigenlijk ook staan. Die zei, ik heb een breatharian in huis. Tweede moment in mijn leven, waar een nieuw hoofdstuk begon. Heel mijn zijn, continu willen, resoneerde op dat stuk. Dat was mijn antwoord. Nou, dat heb ik over 10 jaar onderzocht. 10 jaar heeft het me geduurd om me over te geven aan het proces, met alle fysieke klachten die ik dan in al die tijd nog had, om me over te geven aan het proces. Van oké, ik durf en ik wil gaan stoppen met eten en drinken. Ja goed, dan zijn er 5, 6 mensen die dat teachen in deze wereld. En die ik ken. En ik ben totaal geen volger. Ik volg niemand, ik luister naar niemand. Ik rond mijn eigen pad en ik open me als ik iets wil. Dus ik ben op vakantie gegaan. Ik heb een hele week mijn hoofd leeggemaakt. En ergens in die week kwam er 10 minuten tijd. Ademoefeningen, visualisaties, een periode en heel veel antwoorden voorbij. Die heb ik opgeschreven. Ik ben teruggekomen van vakantie en ik heb het proces gedaan. Een week afbouwen, op fruit, 3 dagen droogvasten, niet eten, niet drinken, onder begeleiding uiteraard van
nooit zelf doen. De ademoefeningen, de visualisaties. En na een week ben ik weer op stappen overgegaan. Ik zal straks uitleggen waarom dat is. Dat is de transformatie van het lichaam. Dan is het zo, dat duurt bij de meeste mensen een jaar. Bij mij was het 4 weken en toen heb ik ook de sap uitgezet. En ben ik gestopt met eten en drinken. Dat is niet wat ik teach, dat is niet wat ik mensen leer, maar dat was wel mijn proces. En er zijn er nog 2 van alle mensen die ik het mogen aanreiken, die dat ook zo ervaren hebben, die heel vroeg gestopt zijn. En die eigenlijk niks meer eten, niks meer drinken. Het leven van prana is niet zwart-wit. Ik ben niet in de grot in India geboren. Zo willen we het allemaal niet leven. We willen toch wel leven van het sociale stukje. Familie, vrienden, kennissen. En uitgaan, wat er erbij hoort. Het leven van prana houdt in dat je lichaam leeft op prana. Dat je totaal niks nodig hebt. Het mooie is wel dat alles er nog even kan. Dus het moment dat je zegt, ik heb een verjaardag en ik wil daar mee eten, dan kan dat. Het enige waar je rekening mee moet houden, dat als je een periode helemaal droog bent geweest, dat je een paar uur nodig hebt om kleine glaasjes water te drinken, om je nieren op gang te laten komen. Mensen die in de woestijn een week zonder water hebben gezeten, die bij een oase kwamen, die dronken zich dood. Dat is het enige gevaar met het leven van prana. Als je lange tijd droog staat, niet eet, niet drinkt, langer dan 3 dagen, dan moet je dat weer gaan doseren. Nou, dat wordt allemaal verteld op het moment dat je weer in een retreat zit. Maar in principe kan je direct weer gewoon wat eten. Je kan een hele pizza in stoppen. Ja, dan voel je je vol. En in mijn geval komt het er een dag later vloeibaar weer uit. Dat is mijn conditionering. Mijn lichaam wil eigenlijk helemaal niks meer. Dat vind ik ook heel fijn. Ik voel me mega energiek. Ik slaap nauwelijks. Ik slaap 4 uur per week. Ik ben nooit moe. Mijn batterijen zijn vol op voor. Mijn fysieke lichaam hoeft niet te herstellen tot na 1 uur per nacht. Mijn helderheid in mijn hoofd is nog nooit zo helder geweest. Ik dacht altijd dat ik best wel helder was. Maar zoals jullie hier nu zitten, heb je allemaal een bepaalde mist en afwezigheid in je hoofd. Hou voeding eruit en je wil niet weten wat er overblijft. Als alles wegvalt, krijg je een totaal onstressed lichaam. Dus je hartslag gaat omlaag, je bloeddruk gaat omlaag, je hoofdactiviteiten gaan omlaag. De triggers die we in ons lichaam hebben worden zachter. En je komt daardoor in een absolute stilte van binnen. Ik heb meerdere bedrijven, ik kan heel actief zijn, maar de stilte raak ik nooit kwijt. De stilte van binnen, die noem ik absoluut. Zo zijn wij allemaal geboren. Op het moment dat je geboren werd, was jouw lichaam ongeconditioneerd en in een totale stilte. Op het moment dat de eerste keer die borst kwam, is de stilte weggegaan. Daar ontstaat de hersenactiviteit, daar ontstaat direct al de stress van de melk en het vocht in het lichaam. Daar zijn we onszelf kwijtgeraakt, fysiek. Niet spiritueel, dat kan niet, maar wel fysiek. Ik moet zeggen, de verandering in mijn leven was enorm hierdoor. Alle fysieke klachten, 15 jaar bodybuilder op dat niveau. Laat een powerlifter met 400 kilo, bankdrukken met 200 kilo, armoefeningen met 35, 40, 50 kilo. Dat doet heel veel met het fysieke lichaam. Dus mijn knieën waren versleten, mijn nek was versleten. Polsen en ellebogen waren redelijk versleten. Binnen 3 maanden was alles weg. En geen ene arts zal zeggen dat kan. Maar het is wel wat ik nu voel. Ik gebruik
helemaal niks. Mijn mantra is, ik ben bron, want dat ervaar ik, dat voel ik, en dat ga je voelen in de retreat. En ik voed dit lichaam in zijn totale perfectie. Daarmee zeg ik dus dat ik vanuit mijn zielenstuk het lichaam omarm en dat het lichaam niks meer nodig heeft. Ik vertrouw 1000% op die energie en die wetenschap. Ik ben nog nooit zo geheeld. Ik had een schildklierafwijking, dus direct weg. Ik beloof geen healing aan mensen, maar iedereen die nu het eten uit zijn lichaam verbant, los van het leven van prana, die zal zien dat 90% van wat ik zeg gewoon ervaren wordt. We leven nog steeds niet van prana. Ik doe gewoon een 3 dagen vast en voel wat het doet met je. Dan voel je wat ik nu zeg. Absoluut. Intermediate, dat zie je al. 24 uur vast, dan zie je het al. Mensen worden helderder, meer energie. Fysieke klachten gaan direct weg, dat is ongekend. Het heeft geen maanden nodig. Hetgeen wat ik wel doorkrijg, wat absoluut waar is, alles wat ik leer, wat ik deel aan mensen, is medisch bewezen. 72 uur vasten, op droog vasten in dit geval, reset je immuunsysteem, 100%. Het sterft af en het start weer opnieuw op. Dan is het 10 keer actiever. De leaky gut syndrome, omdat wij sappen minimaal 13 weken na de omschakeling in de retreat, dat is maar de start van het proces, sluit je lekkende darmwand. Dat houdt dus in dat onverteerde voedingsdelen, waar dat immuunsysteem altijd mee bezig zijn, niet meer in je bloedbaan komen. Dat ben je bewezen, niks bijzonders. De kracht van de visualisatie. Ik doe heel veel visualisaties met mensen om je lichaam te laten omschakelen naar een ander type cel. Als jij je lichaam kan genezen door te geloven in een placebo pilletje, believe me, wat is er dan nog meer niet waar? 100%. We kunnen ons ziek denken en dat inbrief eten, inbrief emoties. Je kan het ook omdraaien. Je kan ook genezen door de kracht van de mind, dus medisch bewezen met een placebo. Veranderen van DNA. De laatste jaren kom je heel veel tegen het aanpassen van je DNA. Dat is medisch bewezen inmiddels. En de 2 dingen die voor mij niet medisch bewezen hoeven te zijn, maar waar ik wel heel veel mee doe, is het loslaten van conditionering en je helpen door emotionele lagen heen te gaan. We hebben allemaal triggers in ons lijf, daar kom je nooit los van. Mensen die zeggen, ik heb al mijn triggers opgelost. Hoe zit in de slechtste tijd van je leven, kom je ze allemaal weer tegen. Het enige wat verandert in wat ik doe met iedereen in die week, is het verhaal van de mind loskoppelen van de trigger. Wij leven vanuit angst, geprojecteerd naar de toekomst. Wat als? En noem het maar, vul het maar in voor jezelf. Zo zijn we allemaal geconditioneerd. Als je het verhaal eraf haalt, word je 100 keer per dag getriggerd. Je voelt het, je hebt een boosheid, een angst, een dingetje. En daar stopt het. Oude voeding, ja. Oh, voeding, irritatie. So be it. Het bepaalt niet meer je leven. Dat is waar ik je mee help. Conditionering, identiteit. We zijn zo geconditioneerd. We kunnen niet zonder water. We kunnen niet zonder eten. We kunnen niet zonder. Vul wat maar in. Wat heb je allemaal nodig? Als ik kan leven van prana, 100% met niks, maandenlang. Wat is er dan nog meer niet waar? Zoals je hier nu zit, ben je 100% geconditioneerd. Ook spiritueel geconditioneerd. We lezen allemaal dingen die werkelijk waar op niks gebaseerd zijn. We zijn spiritueel volledig los. Bron is eenvoud. En we maken het voor onze conditionering heel complex. Je hoeft niks te doen, je hoeft alleen maar te zijn. Verlichting en bij jezelf komen om het simpel te houden, overkomt je, zoals het mij ook overkomt, tot 2 keer toe. Daar kan je niet naartoe werken. Je kan de stilte opzoeken. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, ik heb het wel gehad in mijn meditatie, de stilte, spreken. Stilte van de mind is nog steeds weg. En je weet het pas als je het bent, als het je overkomt, dan
dan weet je dat het echt is. Dat is niet de stilte in de meditatie. Mensen zeggen, ik voel overal liefde. Liefde is een fysieke reactie. Dat is wat je hier ervaart. Alles overstijgend kun je niet beschrijven. Een bom kan je niet in woorden bevatten. Kan je niet in een gevoel bevatten. Ik noem het compleetheid. Want er is geen behoefte meer. Dat is wat je gaat ervaren als je leven komt aan. Het leuke in de retreat die ik mag geven, is dat wij heel veel lichaam uitputten, chaos creëren door alle ademoefeningen, dus heel veel ademwerk. Na de vijfde dag is het lichaam en de mind zo uitgeput dat het merendeel van de mensen valt in een stukje bronverbinding. Anders kan je niet zeggen, ik ben bron. Dat is geloof. Op het moment dat je hier hebt ervaren, is de 100% overtuiging daar, anders nooit. Onmogelijk. Die mind is zo sterk, die kan je niet verder. Dus ik mag je helpen naar een diepere verbinding met jezelf, die mag je ervaren. En werkelijk in 100% vertrouwen te kunnen zeggen, ik ben bron. Wat je niet hier doet, maar hier. En ik voel dit lichaam in zijn totale perfectie. Ik krijg heel vaak de vraag van mensen, waarom zou ik dit doen dan? Dit is lekker. Sociaal zijn is lekker. Ja, helemaal waar. Absoluut. Het leuke is wel, wat ik al eerder zei, dit is niet zwart-wit. Ik leef door de week droog. Ik heb geen behoeftes aan koffie, thee, noem maar op. Een enkele keer ga ik met Carmen een keertje wat eten, dan is de dochter daar, ik vind het leuk. Doe een pizzapuntje mee. Heb ik behoefte aan een hele pizza? Nee. Vind ik het sociale leuk voor hun? Ja. Heb ik het nodig? Nee. Als ik zelf wat plan, dan ga ik lekker naar de sauna met mijn mensen. Ik ga wandelen, maak muziek, leef op een boot, kan heel veel leuke dingen doen. Maar ik neem niemand mee uit eten, want dat is niet mijn leven. En 1 op de 10 is daardoor afgevallen. En ik heb er 10 keer zoveel mensen voor teruggekregen, die er wel op reageren. Dus het is aan jezelf of je je wil aanpassen of niet. Ben ik bij mijn ouders, die zijn allebei 75, die weten dat ik een goede jeugd aan leven leid. Volgens mijn bodybuilder al, nou nu snap ik het al helemaal niet meer. Kijk, dan plan ik dat ik daar 9:30 ben en dan ga ik om 11:00 weer weg. Ik hoef niet mee te lunchen. Of ik kom om 1:00 en ik ga om 5:00 weg. En een hele enkele keer zeggen, joh, wij gaan het eten, ik zou het leuk vinden dat je meegaat. Nou oké, geen probleem. Dan doe ik dat een keer voor hun. Daar heb ik dan ongeveer 48 uur last van. Ik zweet aanvallen, ik slaap langer. Ik voel weer mijn minder helderheid terugkomen. Misselijk. Ja, misselijk dit meer. Een onprettig gevoel in mijn buik. Het voordeel van mij loopt binnen 24 uur weer veel daar. Dat is het voordeel. Dat is niet bij iedereen. Iedereen heeft zijn eigen proces en zijn eigen conditionering hoe je erin gaat. Ik ging erin dat ik het meest zuivere lichaam wilde overhouden. Dus dat zeg ik ook tegen mijn lichaam. Mijn lichaam zegt, stop er dan niks meer in. Maar je hebt overal last van. Ik voel de stress. Zelfs bij water, als ik een glaasje water zie, en ik denk, zal ik het nemen? Dan voel ik mijn hartslag omhoog gaan. De conditionering van mijn eigen lichaam. Van alle 60 mensen die ik de laatste jaar heb mogen begeleiden, heeft iedereen zijn eigen proces en iedereen zijn eigen keuzes. Ik zeg altijd wel, ga er niet in van, daarna wil ik alles kunnen eten en drinken. Want dat wordt ook je conditionering, daar moet je dan ook weer van af. Dus het is maar net hoe je jezelf herprogrammeert daarna. Dus voor mij was het echt van, oké, ik wil volledig droog, een ander is het voedselvrijheid. 70% van de mensen die herkent en erkent dat ze heel slecht tegen voeding kunnen. Heel veel mensen zijn op zoek naar het juiste dieet, wat ze dat niet kunnen vinden. Allergieën, allerlei stempeltjes die we krijgen, ADHD, noem het allemaal maar op, verdwijnen als je het eten eruit haalt. En ik kan het je alleen maar laten zien door het zich te laten ondergaan. Iedereen die twijfelt zegt, kom maar, ga maar een week zitten. Doe maar die 3 weken, of die 3 maanden op zappen. En laat je overtuigen door je eigen proces. Het enige wat ik doe is je helpen. Het hele proces doe je zelf. Daarna zijn de mensen die het doen, omdat ze spiritueel verder komen. Verder willen komen. Meer leegte is meer openheid, is meer verbinding,
voelt je zielenstuk in plaats van het fysieke lichaam. Ik zeg altijd, ik ben niet het lichaam, ik ben de ziel. En ik gebruik het lichaam om dingen te ervaren. Ik ben niet het lichaam en de ziel. Voor mij is het volledig andersom, omdat ik dat ook ervaar. Dat het ook bijna iedereen die de retreat gedaan heeft, die komt in die leegte, komt in die stilte en die vaart. Niet dit, maar die ervaart dit. Dit waart de vibratie in en rond het lichaam. Een beetje een spirituele kant van het verhaal, maar goed, dat is wel wat er overblijft. Dus de fysieke healing hebben we gehad. Spirituele stuk. Daadwerkelijk de voet en mind freedom. Minder. Stress wordt minder. Je energie gaat omhoog. Dat zijn hoofdzakelijk de redenen waarom mensen kunnen kiezen om dit te gaan doen. En dan is er nog één reden, en die kan je alleen maar voelen. Ik heb werkelijk mensen die 100% mind waren, die per ongeluk hier terecht kwamen. En die het hier voelden, en die zaten echt van, fuck, hier kan ik het niet begrijpen. Dit kan niet waar zijn, en toch geweest zijn. Dat was hoe het voelde. Dan voel je dat je hier op de juiste plek bent. Ga ik niet begrijpen. Waarom ga ik dit doen? Dat is alleen maar de mind. Stop met het jou afvragen. Voel of het jouw tijd is om deze stap te zetten of niet. Ik zie meerdere mensen meerdere keren voorbij komen. En die voelen het en die ervaren het. En moet je alleen maar afvragen, wanneer is het jouw tijd om dit over te geven. Nou ja, om eerlijk te zijn, ik vind het wel leuk om wat meer interactie te hebben met jullie. Ik kan heel veel vertellen, ik kan uren doorkletsen. Mij mag je alles vragen. Ik doe één vraag per persoon, liefst. Ik ga niet in discussie, dus ik krijg, stel een vraag, ik geef een antwoord en dan stopt het voor mij. Anders ga ik de mind voeden en dat is niet die. Je vertelde over dat je alleen die cracker met pindakaas en die banaan had en zo. Ja. Dat je, ik merk ook aan mijn lijf dat ik steeds, dat het eten me steeds minder goed doet, maar dat ik er wel afhankelijk ben nog. Ja. En ik kan me voorstellen dat als je zo gaat experimenteren wat past bij je. Zelfs heb ik ervaring dat ik dan hier aan vitaminegebrek merk, weet je wel, dat soort periodes. Ik ben veel anders gaan eten al, ja, dat is niet meer. Merkte jij er iets van, of had je al die ingang van prana op dat moment? Nee, ik heb alles geprobeerd. Neem bijvoorbeeld de periode van vegan naar fruitarian. Daar had ik ongeveer 2000 calorieën fruit en sappen. En dan bleef ik bijvoorbeeld wel afvallen. Dan ben ik naar 3000 calorieën gegaan en daar merkte ik, blaas helemaal op, dat gaat gisteren, dat werkt niet. Dan word ik liquidarium, dan doe ik sappen met water. Nou, dan bleef ik afvallen tot ik 68 kilo was. Dat jaar, jongens, dit is niet de weg. Ik voelde dat het ergens moest kunnen, maar ik wist niet hoe. Ja, precies. De mensen die denken van ik ga het gewoon afbouwen en ik stop ergens, believe me, dan ga je dood. Ja. Er is niet een afbouwproces, dit is gewoon omschakelen en dat is het. Ja. Zowel met je mind. Als het fysieke lichaam. Het fysieke lichaam, hè, om het even toe te lichten. Wat ik doe is je fysieke lichaam laten omschakelen naar een stamcel. Dat ga je visualiseren. Je lichaam is continu cellen aan het vervangen. In een jaar tijd is elke cel in je lichaam vervangen. De eerste 3 maanden regenereert 80% van al je cellen. Dat is je soft tissue. Ogen, huid, organen. Dat is de reden dat ik dat je na de retreat, door eigenlijk bijna iedereen, het oude lichaam, zeg ik maar, de oude cellen moet voeden met suikers. Wij functioneren volledig op suikers. Alles wordt omgezet naar glycolen, even technisch te maken, naar glycolen, en glycolen, daar leef je van. Na de retreat kan je 600 calorieën pakken, want 70% van de calorieën verbruik je om vast eten om te zetten in glycolen. Dus je hebt maar 600 calorieën nodig. Daar kan iedereen op leven. Dus je gebruikt ongeveer 600 calorieën sap na de retreat voor een periode van 8 weken. En daarna merk je van, oh, ik voel al dat ik kan gaan minderen. Daar vindt het omslagproces plaats. Ja. Vlak het proces daarentegen niet uit. Want wat gebeurt er als je cellen gaan regenereren? Dat de oude emoties en de oude pijnen en de oude herinneringen, die komen echt wel vrij. Je komt er niet vanaf. Maar ze komen wel vrij. Dus het is geen makkelijk proces. Want we eten emoties weg. Dus
zijn we keien in, zo zijn we geconditioneerd. Nou, dan halen we dat eraf, dan gaat een hele veerpunt open. Die aan mag gaan, dat doen we in de retreat. Dat is het ademen zonder te begrijpen. Gewoon, ga door die laag heen en adem het maar uit. Je hoeft het niet te begrijpen. We filteren wel alles bij ons om het te begrijpen. Het bleef met de hele wereld, al gaat van los voor. Dus dat is wat gebeurt. En in die laatste 9 maanden regenereert je bottenstelsel. Ai, ai, ai. En daar zitten trauma's, daar zijn we nooit geweest. Dus daar heb je goede weken en ineens pssst, zak je even door het ijs. Dat zijn de momenten dat je, wow, nou wil ik wel alles instoppen. En ik zeg altijd, het is je eigen hand. Jij pakt het en jij stopt het erin. Op 90% kan je dit zeggen en soms niet. Nou ja, zo doe je. Dan stop je vol die periode en daarna bel je of mail je of app je. En stop je weer. Bouw je het weer af, ga je weer opzappen, ga je weer afbouwen. Het is een wip die heen en weer gaat. In de retreat kan ik je laten voelen hoe het is om een week zonder te gaan. 72 uur met alle ervaring. Op het moment dat je weer gaat eten, gaat hij weer omlaag. Dus in een jaar tijd ga je balans vinden tussen periode op sap en zo min mogelijk. Komt de saboteur voorbij, eet je even alles, gaat weer de andere kant op. Daarna krijg je van mij weer een seintje van nu is het tijd mat te gaan bouwen. Dan ga je dit weer doen. En ergens ga je een balans vinden. Dat duurt een jaar. En er zijn mensen die 9 maanden bijna elke dag toch wat eten. Ik sprak ik 1, 2 weken geleden. Alles gegeten, wel minimalistisch, maar wel elke dag wat. En dan denkt ze dat ze de conditionering weer teruggestopt heeft. Het is nu 13 maanden verder. Ze voelt dat het hele lichaam aangeeft dat ze kan stoppen. Heel erg een mindtype. Die gelijk van het begin al zei, oh, ik weet niet of het me gaat lukken, moeilijk, en dat is zo. Na 13 maanden, en ik heb het elke keer tegen haar gezegd, die celdeling gaat door. Dus jouw lichaam blijft jezelf herpesten. Hoef je niet meer bezig te zijn. Je denkt nu ook niet na over hoe je haar groeit. Of hoe je hart klopt. Dus als je dat proces helemaal inzet, gaat dat door. Dat lichaam regenereert volledig. Dus na die 13 maanden voelde zij dat ze kon stoppen met eten en drinken. En dat wordt steeds langere periodes nu. Ze heeft een keer 3 dagen gehad, een keer 5 dagen gehad. En zij zegt dan, ik ga vasten, terwijl ik zeg nee. Gaat een periode van prana leven. Tegen jezelf zeggen, ik ga vast, dan maak je het weer moeilijk. Dat is allemaal voor mij. Het is andersom. Food freedom is de keuze dat je niks nodig hebt. Mensen denken, food freedom is, ik kan eten wanneer ik wil. Want ik ben vrij. Nee, het is andersom. Je hebt het eten niet nodig. Maar de vrijheid zit niet in het eten. De vrijheid zit in de periode dat je het juist niet doet. Goed, je had nog een vraag. Dit hele proces kun je dat ook onbewust starten of doorlopen voor een groot gedeelte? 1 op de miljoen overkomt het. Ik had een vriend, die was 1 keer bij de lezing en die kon letterlijk daarna niks meer in zijn lijf stoppen. Die is gestopt en die is 3 maanden droog geweest. Want dat is eigenlijk ook mijn proces. Hoe ik het overkwam, wist ik ook van eigenlijk kan ik nu gewoon stoppen. Ik hoorde het, wist het. De overtuiging, ja, als dat nu tegen me gezegd wordt, spring 10 hoog van het dak en ik vang je op, dan doe ik dat. Dat heeft een reden. Zo is het ook met het leven van prana. Maar merendeel wat het zelf probeert, gaat weer eten. A, conditionering en B. Ik bedoel niet het bewust prana willen leven, maar het onbewust doen om bijvoorbeeld te overleven. Nou, nee, laat ik het anders zeggen. Weet je, een goede vraag trouwens. Ik heb het idee dat ik dat gedaan heb namelijk. Dat kan. Iedereen neemt nog prana tot zich. Voor mij is prana levensenergie die overal is. Je hebt materie en non-materie. Non-materie is de energie, is voor mij allemaal hetzelfde. Dus of ik nou, ik heb ook een bedrijf in de olie- en gasindustrie, of ik daar nou loop, industrieel. Of ik loop in de bossen waar het heel zuiver is. Ik merk geen verschil. Overal is prana. Iedereen neemt het op. En hoe kan ik je dat bewijzen? Ga lekker naar de bossen, ga naar het strand en dan laad je op. Dat is de 20, 25%
ongeconditioneerd gedeelte van je lichaam. 70-75% zijn we geconditioneerd door alles wat we moeten weten. Dat is de kennis. Die voor mij totaal niet meer klopt. Ook zoals jullie daar zitten. Alles wat je denkt te weten, wat mensen hebben aangepraat, hebben aangenomen. Dat is je conditionering. Ik had een masseuse bij de retreat, heeft heel de retreat niet gedaan, heeft 80 massages gedaan. En die mocht niet koken, maar goed, je gaat niet koken op een retreat waar het gaat over panic living. Dat wissen. Dus die zei, nou dan neem ik een kist met fruit mee en dan leef ik op fruit. 4 bananen. De hele week. Zij werd gedragen door de energie. 10 dagen lang was dit. 10 dagen lang heeft ze 4 tot 5 uur... doorzitten, masseren. En ze kon niet meer slapen van de energie. Dat is wat er gebeurt. Dat is ook wat jullie kunnen. Het zit ook in jullie. Als je de conditionering eraf haalt, kan je allemaal goed gaan. Enig vervelende is, je hebt nog conditionering, je hebt nog oude trauma's en je hebt nog oude cellen. En je laat het niet zomaar los. Loslaten is het regenereren. Maar er zijn mensen die, nee, mensen in de oorlog, zo weinig geleefd, dan ga je naar een minimalistisch lichaam en dan leef je echt in 2 keer niks. En dat is de drive, ik wil niet dood, en dat diepe voelen dat het kan. En uiteindelijk is die prana er voor iedereen. Voor iedereen is die misschien. Fysieke kracht, ja, goede vraag. Er zijn 2 krachten in ons lichaam. De derde dag van de dry fast ontstaat er een mentale drive. Een drive waarbij je voelt dat je direct al heel veel dingen wil gaan doen. De fysieke kracht blijft nog even uit. Dat is meestal 1 tot 2 weken na de retreat. Dat is ook de reden dat we gelijk starten met het sappen drinken. Daar gaat het lichaam weer suikers opnemen. Je buffert ze namelijk niet meer, dat niet. Dus je moet die sappen verdelen over de hele dag. En wat je drinkt, verbruik je. En meer dan die 600 op een dag, 650, heb je niet nodig. Daar kan je alles mee doen. Ook fysiek. Je kan een stukje door, die is de maandag daarna op zo'n 1,5 liter sap, gewoon weer een heel huis van stukje door. Dus jij, dit zalig kan van 21 uur door. Ik ben niet moe en het gaat gewoon. Let wel op, mind en body zijn gekoppeld aan elkaar. En je grootste angst reflecteert de mind in het lichaam. Dus als je angst is, ik heb te weinig energie of te weinig kracht, ga je dat 8 weken tegenkomen. Ga je voor uiterlijk, ik ben bang dat ik niet de grote ballen krijg. Believe me, al die mensen hebben haaruitval. Je wordt niet kaal, maar ze komen het wel tegen. Jouw mind weet precies hoe ze jou aan twijfelen moeten brengen uit dit proces te houden. En waarom? In dit proces raak je mind de controle kwijt over jouw leven. Jij neemt vanuit een dieper stuk de controle over je mind. Je mind en je ego is ook je kwaliteit, heb ik dat vooropstellen. Ik bouw de bedrijven mee, ik geef er retreats mee, maar niet in wat ik doe. Ik zet ze op, dat doe ik vanuit mijn ego stuk. Een positieve stuk daarin, dat is ook mijn kracht. En het geven zoals dit. Daar is niks aanwezig. Het mag vanuit een dieper stuk gegeven worden, het mag gevoeld worden. Klopt het dat er veel kinderen zijn die nu geboren worden, ook al automatisch door de wereld, is dat een andere vorm van conditionering? Nee, dat klopt. Het is wel zo, ik zeg altijd, stel dat er kinderen geboren worden zonder ingewanden, want die hebben het dan ook niet meer nodig. Dan is de medische wetenschap dan nog niet klaar. Dus dan gaan we het repareren of we halen het weg. Mm. Er zijn kinderen die van prana leven. De kinderen van Akai en Camilla. Dat is ook een koppel in Zuid-Amerika. Wat een planning retreat geeft op iets andere manier. Maar goed, grote lijnen zijn hetzelfde. Die hebben 2 kinderen gehad. Zij kreeg daar in de zwangerschap. Werd haar lichaam aangezet. Tot het aanmaken van het stimuleren van melkklieren. Niks gegeten, niks gedronken. Ze heeft bloed laten afnemen, al die tijd om aan te tonen hoe is mijn bloedbeeld. Beter dan ever. Beter dan gemiddeld.
kinderen zijn na 1,5 jaar borstvoeding zelf gaan ademen, want er zijn nog heel veel ademoefeningen, ik niet, want dat is ook de conditionering. En die hebben daarna niks meer gegeten en gedronken. Ik weet niet hoe het nu is, maar die zijn ook 8 en 10. En die doen het heel erg goed. Ja. Dus worden de kinderen nu geboren? Er gebeurt heel veel op dit moment. Dus ik zie hoeveel mensen hierop resoneren, hoe snel mijn retreats vollopen en hoe groter het wordt. Dat is niet mijn vraag. Onverkend, mensen voelen op een dieper niveau dat ze ervoor moeten zijn. Dat ze klaar zijn om stappen te zetten, wat er nou jong of oud is. Ik zie wat er nu verandert. 30 jaar geleden, spiritualiteit was, hoorde je weinig. Nu hoor ik op elke hoek van de straat dat mensen met bewustzijn, met zakken en gevoel bezig zijn. Dus is er een omslag aan het plaatsvinden? Ja, maar dan wel in deze wereld. De westerse wereld. In India zijn ze het wat loslaten. Dus daar waar wij van materie waarderen, ongelukkig zijn, merken dat het toch niet gelukkig gemaakt aan het zakken zijn, zijn ze daar het loslaten en materie het ophouden. Curve balans. Het is een learning curve die we met z'n allen doen. Ik geloof niet in een persoonlijk proces, ik geloof in een collectief proces. De wereld is altijd in balans. We zien het anders, maar het is totaal, totaal. Ik hoorde het begin over helderheid. Ja. Dit zit feitelijk even op de dienaar. Ja. Dat wil zeggen. Hoe is dat innerlijk contact? Ik heb dit proces ooit gedaan aan Arayasma B, maar niet helemaal volledig goed. Dus ik kan wel wat compenseren. Ja. Dat het maandje 5 gedaan, en dan heb ik gezegd van oké, dit is het vraag. Ja, of dus besta je onder innerlijk contact? Innerlijk lijden. Ja, ik weet niet hoe ik het eigenlijk moet zeggen. De verbinding met jezelf? Ja. Ja, met jezelf. In mijn proces mag je je eigen zielenstuk, en of het nou verlichting heet, of zelfrealisatie, of thuiskomen, dat maakt me niet uit, mag je ervaren. Ik heb eerst mijn eerste verlichtingsmoment gehad, het tweede was de panic, en 2 jaar geleden noemen dat samensmelten. Samensmelting houdt in dat je volledig los mag komen van het lichaam zonder het lijntje en dat het lichaam sterft. Mijn ex heeft drie keer toe in 1 nacht, mijn lichaam moet er reanimeren. Dan kom je terug dat ik niemand gun. Je komt terug met het totale bewustzijn in het volwassen lichaam. Dat is de meest extreme ervaring die ik ooit heb meegemaakt, en dat tot 3 keer toe. Het vervelende is, daarna kan je het niet meer uitzetten. Verlichting is een moment waar je in komt. En dan verdwijnt het weer, dan heb je de herinnering met het zielenstuk en dat maakt je weer compleet. Samensmelten kan je niet meer uitzetten. Dus het mooie van samensmelting is, daarom zeg ik ook, de energie tussen de woorden door. Dat gebeurt. Dus wat je in de retreat ervaart, mag ervaren, is dat je dat eigenlijk al vooraf voor gekozen hebt om een stukje verlichting te ervaren en van daaruit het planningproces in te gaan. Ik geef daarna voor de Darshan retreat juist om alleen dit te doen voor de mensen die niet zeggen ik wil op prana leven, maar ik wil wel dat stukje ontvangen. Ik geloof in een vast pad. Ik geloof in een volledig beschreven boek, dus je zit hier om een reden. Ik zeg niet dat je allemaal gelijk moet inschrijven. Voor de ene is het horen, bij de ambassadeur, dan weet je dat het kan. En een ander voelt shit, ik moet daar gewoon zijn. Ik mag wel wat aanvangen. Als het nou panic living is, of zelfrealisatie, of een stukje healing. Ik kan hier voor je invullen. Maar je hebt ergens voor gekozen. Ergens mogen onze paden kruisen. En misschien is het nu en misschien is het voor meer. En dat zijn jullie om te voelen en te ervaren. Maar dat is wat je krijgt in je retreat. Dus iedereen ervaart dat. Dat je niemand gunt, dat je dan terugkomt naar die samensmelting en je zegt ook, ik ben 3 keer eigenlijk doodgegaan en de verbinding is weer meer. En dan kan het ons dan allemaal, gooit de kans dat het ons allemaal gebeurt, dat we dan toch doodgaan. En als er niemand is, lost er niet meer. Nee, dit moet echt in je boek staan. Iedereen heeft een pad. Ik
zelf naar de verlichting kan je ook niet naartoe werken. Mm-hmm. Bij mij kwam het vanuit niks. Daar gebeurt het. Sommige mensen lopen op het strand, kijken naar zonsondergang. Daar gebeurt het. En anderen zitten in meditatie te doen. En daarvoor komt het. Het staat in je boek. Dat wordt mijn waarheid. Want dus, als ik mijn leven bekijk, kan ik met 100% zekerheid zeggen, daar was geen toeval. Mm-hmm. Iedereen die ik ontmoette, had een doel. Elke gedachte resoneerde op datgene wat er al stond. Ik geloof niet in de creatie. Al ik dit maar visualiseer, dan komt het. Nee, dat staat er. En op het moment dat je dat er staat, de periode daarvoor, is die energie daar. Ga je erop resoneren? Ga je dat pad volgen? Dan komt het. Er zijn er zat die het omgekeerde waarderen. Maar als ik jouw tijdlijn kan lezen, die al vaststaat, dan heb je dat een keuze. Als ik dan tel ik het even kijken, wanneer je volgende partner erbij komt, hoeveel keuze heb je dan? Zal er van staan? Dan heb je geen keuze, dan overkomt het je. En dat is met verlichtingen ook, en dat is met zelfrealisatie. Sommigen worden ermee geboren, sommigen overkomen. In de westerse wereld wordt niemand meegeboren. De oosterse wereld wel, in die andere regelmatig mensen geboren die vanuit zelfrealisatie, of vanuit samensmelting, de compleetheid noemen ze daar, geboren worden. En hier overkomt het iemand. Wie, wanneer, ja, staat er. Ja, het is wel leuk zoals jij, hè? Moet je dan ook meer buiten zijn, moet je meer zonder. Ik heb mezelf niet geconditioneerd door middel van sungazing of breathery. Ik ben ook geen breathery. Breathery zegt ik altijd nog ademen. Ik zeg ademen is zuurstof binnenhalen. En prana is energie. Energie is overal, dus ik haal geen prana door mijn ademhaling. Prana komt op alle manieren. Toch, alles is prana. Dus of ik nou in de industrie ben, in een olietank, die schoongemaakt wordt, of ik loop in de bos, ik voel me daar niet beter qua energie daarvoor. Ja. Ik heb ook geen last van leeglopen of van heel veel lawaai, of van mensen. Mensen worden helemaal leeggezogen. En wat, hoe meer ik gebruik, hoe meer energie er is. Als ik fysiek werk doe, of ik ga sporten, nou, dan hoef ik die nacht helemaal niet te slapen. Dus ik ga ongeveer. Middels ga ik nu op 2 uur ga ik slapen, 3 uur ben ik weer wakker. Ik word gelijk in slaap vanaf het algemeen, omdat ik merk nu is het tijd om het lichaam te laten rusten. Een uur later word ik wakker en dan blijf ik ongeveer nog 2 uur liggen in een soort meditatieve staat. Wat ik wel merk dat het lichaam het wel lekker vindt om te blijven liggen en daarna ga ik eruit. Dus ik heb hele lange dagen. En er zijn echt nachten waar ik gewoon helemaal niet naar bed ga. Dan blijf ik gewoon lekker zitten, kijk een filmpje. Ik hoef niet veel te mediteren, want het voelt alsof ik in een soort van meditatieve toestand ben als ik gewoon daar zit. En ik hoef niet zo van, nee, ik doe mijn ogen dicht en daar zit ik. Daar valt voor mij tijd en ruimte ook echt weg. Dat voel ik echt, dan kun je gewoon uren, dagen volhouden. Maar goed, als ik moet schakelen, als ik morgens dan, als ik uit bed stap, dan is van, oké, ik klik dan eens energie weg en dan ja, kan ik heel actief zijn. Ik heb een heel druk leven, ik heb een heel actief leven. Voor het zaterdag ben ik lekker bezig met leuke dingen. Ik vul het zelf in. Ik ben ook zelfstandig ondernemer op alle vlakken. Ik doe iets in de olie- en gasindustrie. Ik heb een bedrijf waarin ik mensen leer leven van prana. Ik heb een bedrijf waarin ik mensen leer leven. Laat reconnecten. Dat zijn de dingen die ik heel fijn vind om te geven. Ik geef nou yin en yang. Dus de mind put ik uit in een ander bedrijf. Kan ik daar zijn ding doen. En een zielestuk kan ik er doen. Yes. Wie heeft nog een plan? Ja, hoe kijk je nu tegenover sport? Want je brengt, je zei nu nog even je sport wel, ja. Maar dan breng je lichaam te orde in je stressvolle situatie op een bepaalde manier met je sport. Nee. Maar als je fitness bijvoorbeeld, dan breng je toch je spieren onder stress, waardoor je lichaam zich aanpakt. Fitness of wat ik wilde, beschadigt je spieren. En spierbeschadiging geeft een ontstekingsreactie. Een ontstekingsreactie zorgt voor genezing. Als je leeft van prana, beschadigt nog steeds je spier. Hij hield sneller. Je kan alleen niet meer zo oppompen. Want prana, kijk, een grote spier is alleen gevulde. Jouw arm is niet, jouw spiermassa en je arm is niet groter dan die van mij. Alleen is die ja, gevuld met suikers. Die van mij met prana. Dus je neemt ongeveer qua kracht 20% af.
kan nooit meer datgene wat ik bijvoorbeeld wil bekomen. Maar ik ben nog wel heel sterk. Ik kan gewoon 2 keer 50 kilo. Ik heb op een gegeven moment een verhuurklus gedaan. Dat is allemaal industrieel, van een grote lompen. Stukken staal en afsluiters en slangen. En daar ben ik om 7 uur begonnen met een team van 12 man. En daar ben ik gewoon vergeten dat het team nog wel zijn pauze nodig heeft. Op een gegeven moment was 12:30 en ik liep nog steeds de rem met 100 kilo om. En dat team viel gewoon echt letterlijk om. Ik ben helemaal leeg. Ik heb wel eten nodig. Dus dat heeft me echt wel weer moeten inprenten. Van oké, ik werk met normale mensen die gewoon pauzes nodig hebben. Ik kan van 23 uur doorrennen. Ik merk dan wel een van de dag dat mijn lichaam fysiek moe is. Dan slaap ik een uur of anderhalf. Want dat, ik zeg, 80% van je slaap herstelt het lichaam van eten. Kan je niet voorstellen. En 20% is puur fysiek vanuit het gebruik van spieren. Die herstelt eigenlijk veel sneller. Die herstelt sowieso veel sneller. Ik heb ook nooit een spierpijn. Ja. Oh, krijg je dat ervan? Nou, nee, ik niet in ieder geval. Nee. Ja, absoluut. Ja, ik denk dat tot nu toe iedereen die voor een kwaal kwam, dat nou een burn-out was, fysiek. Ik heb mensen met volledig ontstoken darmen, omdat ze nergens meer tegen konden, konden na 3 maanden alles eten. De jongen heeft echt alles gegeten. Ja, ik moet dit proberen, 100%. Mensen met eczema. Mensen met versleten knieën, dacht ik niet altijd. Mijn knieën, als je mij hoorde lopen, waren echt grimbakken. Ja, er zat echt heel weinig kraakbeen meer tussen vanuit bodybuild. Echt alleen maar dit soort oefeningen. Heel zwaar, heel veel. Ja, joh, het was echt. Alles is dit. Ik heb geen pilletjes meer nodig, ik heb geen steekjes in de binnen. Ik heb meer het probleem dat als ik iets eet, dan zit ik heel gauw vol. En dan ben ik helemaal opgeblazen, dan vind ik het roeren. Ja, dan kan je er sowieso niet meer tegen. Dat was het eigenlijk. Ja, ja. Het is wat je zou kunnen proberen als je niet op panic wil gaan, is eigenlijk 3 dagen niks eten. En dan ga je eigenlijk op een mono-diet, dat houdt in dat je 1 voedingsstof instopt. En dan per keer, en dan ga je voelen wat werkt. Wat nou, ik kan je zeggen dat dat op maar 1 of 2% is. Hmm. Als je in deze staat bent waarin je nu zit, dan. Nou, daar zit ik steeds aan meer aan te denken. Ja. Ik denk dat je moet veranderen. Ja, nou, zo was het bij mij ook. Ja. Ik ben steeds meer gaan skippen, steeds meer gaan minderen en veranderen en alles wat ik nog niet had geprobeerd, geprobeerd. En ook nog mono-diet gedaan, alleen bananen en alleen voor mij weg. Mijn lichaam gaf echt aan van zoek maar naar de volgende stap. Ja. Dit was voor mij de volgende stap. Dat zit ik ook op. Ja. Het leuke is als je dan eenmaal leeg van branen, dat je dan na 3, 4, 5 maanden kan zeggen, nou, nu ga ik toch weer wat proberen. Ja. Dat kan straks gewoon weer werken. Dus dan heb je het niet meer nodig. En dan kan je daarna een keuze maken van hoe vaak, hoeveel. De meeste mensen die toch weer zijn gaan eten, en dat zijn er 30-50%, die eten af en toe, en dat is nog 20% van de hoeveelheid. Omdat je merkt dat het gaat om de taste en niet om de voeding. Mm-hmm. Het is lekker om een soepje te nemen, maar waarom een hele kom? Waarom zou ik een hele pizza nemen als ik na 2 happen elke week die pizza smaak? Ja. En uiteindelijk draait het allemaal om de voldoening die je haalt. In het moment. Dus je hebt niet die hoeveelheden nodig. Ja, anders is alleen maar emoties weggeven. Je hebt natuurlijk de biologische wetten die wij geleerd hebben. We hebben eiwitten nodig, we hebben goede vetten nodig voor onze cellen. Ja. Maar je gaat geen eiwit meer toevoegen. Hoe werkt dat dan in die cellen, zeg maar? Vraag me niet af. Ik zeg tegen mezelf, ik voeg mijn lichaam in zijn totale perfectie. En je ziet het. Ik zie er niet ongezond uit. Mm-hmm. Nee, ik ook niet. Ik heb hem nog nooit gevoeld. Iedereen die hem gedaan heeft, zegt het is het mooiste geschenk wat ik ooit heb kunnen geven. Werd het maar. Je mag ze allemaal bellen. Voor je familie. Het mooiste wat ze is overkomen. Dat is vertrouwen. De rest is conditioneel. Ben je nog ooit een keer ziek geworden? Nee, daarna niet meer. Nee. Tot nu toe niet. Ik ben nu 2,5 jaar leef ik van prana. Nu toe. Ik heb wel eens 1 keer een dag een snotteneus. Ja, dat is een virus die binnenkomt en die blijft een dag hangen en de dag daarna is weg. Nooit een week, nooit. Nee, totaal. Rugklachten, allemaal weg. Levensverwachting, is dat hetzelfde bekend voor mensen die leven van uitsluiting? Ja, daar kan ik heel veel over zeggen. Maar goed, er is 1 man in India die op zijn 12e gestopt is, daarna nooit meer wat gegeten en gedronken.
die heeft een lichaam, hij is nu half in de 80 van de 40 jaar. Wordt hij dan 300? Dat weet ik niet. Ik voel het wel aan mijn lichaam. Maar aan de andere kant zeg ik, ja, als je een boek hebt en je wordt 80, dan stopt het daar. En word je 300, dan word je dat. Dus dat heeft voor mij niks met manier van leven te maken. Ik geloof in het vaste pad en dat boek en hoeveel pagina's het is. En dat is jouw proces. Een klein vraagje. Als je 3 dagen stopt met eten, zoals je net zegt, drink je dan daar wel bij? Afhankelijk van het doel. In mijn retreat niet. Kan je alleen naar een bronverdieping helpen, of een bronverbinding, als ik je lichaam totaal uitput. En water is nog steeds een hele krachtige voeding voor het lichaam. Dus als ik water en eten eruit op 72 uur, en ik creëer de chaos die je nu wil doen, 12 uur het chaos wat ik met je creëer, dan de 5e dag geef je op, dan wil je naar huis, en dan ben je boos op me, dan vind je het niet meer leuk. En dan heb je, je moment. En dan ga je van geloven. Dat is het mooiste wat ik je mag geven. Die planning is leuk, maar dit is het mooiste moment. Ik denk dat onze tijd op is. Ja. Nou, we doen nog 10 vragen. Nee. Wij zijn hier nog een uur. De nieuwsbrief. Ja, ik heb hier nog een brief liggen. Mocht je geïnteresseerd zijn, ik wil even naam en e-mailadres in. Even over de retreat. Er zijn nog, ik heb februari en april zijn er nog plaatsen. Februari nog 3, dus als je mee wilt doen, moet je nu opgeven of niet al laten weten. Dan krijg je alle informatie. Het kost €599 en je verdient in 3 maanden tijd terug. Heel simpel. Ja. Ik ga €700 in de maand uit aan eten en drinken. €700. April heb ik nog 7 plekken, dus, en je hebt een maand nodig om op een speciaal dieet te gaan om niet te detoxen. Alle andere schijnsel te hebben in de retreat. Het is ook fun. Het is werk, het is lachen, het is huilen. Maar je moet daar geen hoofdpijn hebben 5 dagen lang. Dus dat is het enige wat ik mee wil geven. Ik ben hier nog een uur of anderhalf. Wil je nog wat weten? Spreek me even aan buiten de zaal. Oké. Okay. Vind ik het super fijn dat jullie er waren. Dankjewel. Mooie mensen.